Het ministerie van Volksgezondheid heeft gisteren een huisartsenpost in gebruik genomen. De post staat op de hoek van de Mohammed Assimweg en Sophia's Lust. Het gebouw is door de familie Assim ter beschikking gesteld voor de komende 6 maanden. Minister Antoine Elias verrichtte de officiële opening. Met de ingebruikname van deze huisartsenpost is de toegang tot gezondheidszorg dichter bij de gemeenschap gebracht, zegt de minister. Patiënten hebben niet alleen toegang tot huisartsen, maar ook tot medicijnen, benadrukt hij. Een hap is geen concurrent van de huisarts. Want wij zijn open wanneer de huisarts dicht gaat. En de visie van de regering Boutersen, net als uitvoerder het ministerie van Volksgezondheid, is wij moeten natuurlijk, dokter Hasrat heeft het gezegd, de directeur, wij moeten gezondheid brengen naar de gemeenschap. Nummer 2 is open, er volgen meer. We zijn hier in Paramaribo bezig, maar we gaan ook naar de districten. Omdat een hap nodig is om de gezondheid dicht bij de gemeenschap te brengen. Maar de hap is ook vooral nodig om eigenlijk de oneigenlijke gevallen die gaan naar AZP, SEH en daar overbelasten om dat te ontlasten. De huisartsenpost staat onder leiding van Humphrey Hasrat. Na de officiële opening hield Hasrat een persconferentie en vertelde over de voordelen van deze post. De betekenis van dit gebied is dat een stukje zekerheid dichter bij huis is, dat als je hulp nodig hebt, het om de hoek is. Hoe zit het met het personeel dat geaffecteerd zou worden om de mensen te helpen? Op dit moment hebben we vrijwel geen nieuw personeel. Wij schuiven met het personeel wat we al hebben in onze bestaande diensten. Bij het SZF, bij de ondersteunende diensten van de apotheek. En we hebben gelukkig uit alle zieke instellingen van Suriname, ook de ziekenhuizen, zijn er professionals die gereageerd hebben en op part-time basis bij ons worden ingezet. En ik moet u zeggen, gisteren hebben we een vergadering gehad met de mensen, 40 mensen uit alle andere zieke inrichtingen die bij ons zijn gekomen. We hebben met ze vergaderd in het SZF. En ze zijn gemotiveerd, ze zetten hun schouders eronder. En we mogen eigenlijk trots zijn en blij zijn dat al deze gezondheidswerkers, een representatie van Suriname, zo reageren. Humphrey Hasrat, directeur van de huisartsenpost, die gisteren in gebruik is genomen. De post staat op de hoek van de Mohammed Assimweg en Sophia's Lust.